Hoi, ik ga naar TTC in de Rotterdamse Manege. En wat houdt dat in, TTC? Dat is een selectie voor een talententeam. En op welk niveau moet je dan kunnen rijden? Dan moet je ME startgerechtig zijn. Spannend? En wat ga je dan precies doen? Moet je gewoon een proef rijden of wat doe je dan? Je krijgt volgens mij van twee mensen krijg je dan les. En dan eigenlijk een soort van clinic. Met een ongekust hier. En dan beoordelen ze je tijdens de les? Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan met je mee vandaag. Ja, leuk. Mag je pony al naar binnen? Ja. Oké. Okay. En we zijn op de Rotterdamse Manege. Ja, dat ziet er dan toch weer anders uit, zeg maar. Enorme tribunes. Ik weet niet precies wat er boven is, maar het ziet er in ieder geval wauw uit, zullen we maar zeggen. En daar dan stallen en nog meer. We gaan naar Kim. Zo, Henja, ben je nerveus? Je doet een beetje moeilijk vandaag. Ja. Een beetje te maaien met je voetje. Wat is dat, hè? Zo, Kim, je bent er. Ja. En Kim mag nu de clinic gaan volgen. Dus is ze in de ring. Jammer dat ze... Ik heb meegedaan met TTC. TTC staat voor Talententrainingscentrum. Er deden 80 mensen mee. En daarvan werden er 14 geselecteerd. Ik ben niet geselecteerd, maar ja. Ik vond de trainingen vond ik eigenlijk hartstikke leuk. Ik heb les gehad van Barbara Koot en Matty Bomers. Dat zijn, de ene is een Grand Prix jury. En de andere is een instructrice. Ik heb het, eigenlijk hoorde ik wel dezelfde dingen, maar het is ook wel een keer leuk om het van de andere kant te horen. Dus eigenlijk niet echt nieuwe dingen geleerd, maar wel nieuwe oplossingen, zeg maar. Bedankt voor het kijken en een duimpje omhoog. Doei!